Maar naast de productverkoop kun je als school ook bepaalde diensten organiseren. En dat kunnen zowel docenten zijn als leerlingen. Charlotte, wat moet ik bij denken als je het hebt over docenten die een bepaalde dienst... Nou, ik heb ooit een verhaal gehoord van een docent op een school, en dat vond ik heel erg leuk om te horen, dat ze een soort veiling hielden en daarmee iets aanboden. Nou, dat klinkt nu natuurlijk een beetje vaag, dus ik zal het even een beetje uitleggen hoe dat werkt. Dus die man had een zeilboot en die zei van oké, jullie mogen met mij een stuk gaan zeilen. Er kunnen 10 mensen mee en toen werd er gezegd oké, wie wilde voor €5 mee, wie wilde voor €10 mee? Nou, uiteindelijk bleven er dus nog 8 mensen over en die betaalden toen, ik geloof iets van €30 per persoon om een dag mee te gaan op die boot. Nou, als er een wiskundedocent kijkt, reken maar uit, 8 keer 30 is een flink bedrag wat je in een middagje bij elkaar hebt geharkt. Dus op die manier kun je een dienst aanbieden en jij betaalt dan wel de onkosten daarvoor, maar je kunt daarvoor een heleboel winst behalen. Oké, andere voorbeelden? Nou, andere voorbeelden is natuurlijk, die ik je kan geven, zijn natuurlijk de bekende dingen als auto's wassen, een heitje voor een karweitje. Maar dat is dan voor leerlingen, neem ik aan? Ja, dat zijn de leerlingen dingen die de leerlingen kunnen doen. Okay. Maar als docenten kun je natuurlijk ook auto's wassen, toch? Ja, dat kan. Laat die spierballen maar zien. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Dus dit is wel, misschien nog wel een ding om te noemen, denk ik. Vertel eens. Nou, dat als ze dat soort dingen doen, dat ze dan wel weten dat ze dat namens school doen en niet maar voor zichzelf. Ja, maar dat lijkt me meer dan logisch. Ja, maar sommige ouders zijn zo volgens mij een beetje wantrouwig. Ja, dus dat is misschien goed om het erbij te vermelden. Ja. Ja. Dus goed. Hopelijk kun je hier wat mee. Ja. He, dus de diensten voor docenten, door docenten, maar ook door leerlingen. Ja, denk maar een beetje out of the box, maar dat kunnen jullie docenten wel. Oké. Bedankt.